Het kabinet gaat het aantal windmolens op de Noordzee de komende jaren verdubbelen. Zo hoopt het kabinet dat in 2030 het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit duurzaam is opgewekt. Urker-wethouder Nathanael Middelkoop vreest dat de vissers de dupe worden van dit kabinetsplan en vraagt zich af waarom er zo weinig gekeken wordt naar alternatieven. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. We beginnen in Oekraïne, want na 3 weken oorlog worden ook steeds vaker doelen in het westen van het land aangevallen. Vanmorgen werden gebouwen rond het vliegveld van Lviv geraakt met verschillende raketten. Nu contact met Kees-Jan Hooglander van hulporganisatie ZOA, die op dit moment in het westen van Oekraïne zit. Goedenavond, meneer Hooglander. Goedenavond. Ja, kunt u de situatie in het deel waar u zich bevindt even omschrijven? Ja, dat kan ik. Ik ben nu een kleine 2 weken namens ZOA in Oekraïne, op de grens met Slowakije, ook vlakbij Hongarije, dus een beetje op dat drielandenpunt. Dat gebied wordt Transcarpatië genoemd. Ver weg van het front, dachten we, en dat dachten meer mensen. Er zitten hier heel veel ontheemden, meer dan 500.000, die op elkaar gepakt in dit gebied eigenlijk verblijven. Een aantal daarvan zal zeker doorgaan naar Slowakije of Hongarije, maar die doorstroom is lang niet zo groot als wat we zien bij Polen. Dat betekent dat het hier echt in het Engels overcrowded is. Er zijn zoveel mensen, elke plek die even te beslapen is, die is bezet. Scholen zijn helemaal bezet, in kerken slaapt men slaapt overal. Ik slaap zelf op de gang van een guesthouse om even aan te geven wat voor impact het op deze regio heeft. Ja. Waarschijnlijk vanwege het feit dat iedereen dacht dat dit een veilig gebied was. Alleen ik heb inmiddels wel een keer of 4 in de schuilkelder moeten zitten omdat het alarm afging. En dat alarm gaat af als er projectielen worden waargenomen die deze kant op komen. Dus ook helemaal in dat uiterste westen is het toch minder veilig dan ik dacht. Ja, en hoe gaan de mensen van de plaats waar u zich dan bevindt daarmee om? Dat die dreiging groter wordt? Nou ja, ze komen veelal uit het oosten, waar ze echt onder de bommenregens zijn weggevlucht. Er heerst wel stress. Maar als ik in zo'n schuilkelder zit, 's nachts om 3 uur, dan zitten of staan daar 60, 70 man. En dat is een hele gelaten sfeer. Men wacht totdat het alarm weer uit is. Niemand heeft nog echt het idee van, ja, het is zo serieus dat we echt elk moment een bominslag kunnen verwachten. Aan de andere kant, die dingen gaan niet voor niks af. Dus het is ook een heel stuk onzekerheid. Hoe ver reikt de arm vanuit het oosten? En zijn wij hier dan op een gegeven moment toch ook niet meer veilig genoeg? Precies. Nou, u bent daar dus namens hulporganisatie ZOA. Wat doet u concreet daar in dat gebied? Ja, we hebben eigenlijk twee doelen. Aan de ene kant helpen we onze collega-organisatie Dorcas, die hier al 20 jaar zit. Dat was ook de insteek van we gaan support bieden. Het zij in capaciteit, het zij eventuele fondsen die we dat we dat met elkaar kunnen wegzetten, om het plat te zeggen. Maar de crisis is zo groot dat meer capaciteit nodig is. Ook twee organisaties kunnen de noden lang niet aan. Dus naast dat we Dorcas helpen met distributie en voedsel en non-food items, wat we dan noemen, zet ZOA als een complementair stuk van een programma, een cashprogramma neer. Waarbij we mensen dus een bedrag geven waarmee ze naar eigen behoeften kunnen kiezen welke noden ze willen lenigen. Ja. Nou, is op dit moment een grote zorg in elk geval de voedselzekerheid. Is er nog wel voldoende voedsel voor al die vluchtelingen ook bij u in de regio? Ja, dat is een op zich een goede vraag. Voedsel zie ik in overvloed. De winkels zijn vol. Het is hier, Oekraïne is altijd een heel vruchtbare graanschuur van Europa geweest. We zitten vlakbij Europa, import, dat gaat allemaal gewoon nog steeds door. Aan de andere kant, als ik kijk naar non-food items, neem bijvoorbeeld wasmachines. Wij wilden een paar wasmachines namens, of met Dorcas geven aan een dormitory, hè? Een campus van een universiteit waar inmiddels 1200
ontheemde verblijven. En die doen het dan met twee gammele wasmachines. We dachten, we geven 5 wasmachines. We konden er geen 5 vinden. Ook niet op internet. Dus uiteindelijk hebben we de 4 gevonden. Die hebben we dan maar gegeven. Dus daar lijkt een schaarste te zijn. Terwijl aan eten, ja, de winkels liggen vol. Er is geen enkel probleem. Ook al zijn er 500.000 mensen extra op de 1,5 miljoen die hier normaal in Transcarpatië verblijven. Goed, dank u wel voor uw toelichting, Kees-Jan Hooglander. En sterkte daar in West-Oekraïne. Het kabinet wil het aantal windmolens op zee de komende jaren gaan verdubbelen. Deze windmolenparken moeten ertoe leiden dat er in 2030 het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit duurzaam is opgewekt. De visserijsector is echter niet blij met deze nieuwe plannen. In de studio Nathanael Middelkoop, wethouder op Urk namens de SGP. Goedenavond, meneer Middelkoop. Goedenavond. Ja, wat was uw eerste reactie toen deze plannen hoorden vanochtend? Ja, kijk, in die zin was het niet nieuw dat er al een basis voor was gelegd binnen het Noordzeeakkoord. En dat we weten dat het Rijk ook nadrukkelijk naar de opties van wind op zee kijkt. Alleen het is wel weer, als je zo'n bericht leest, een bevestiging dat je denkt van, ja, het lijkt allemaal zo mooi daar op zee. Maar er is wel een hele specifieke groep die hier enorm veel nadeel van ondervindt. En die worden hard geraakt. Ja. Want u noemt even het Noordzeeakkoord. Kunt u dat even kort toelichten wat dat precies is? Nou kijk, er is eigenlijk op voordracht van het vorige kabinet is er een overleg ingesteld. Het Noordzeeoverleg, waar de verschillende stakeholders op de Noordzee met elkaar aan tafel zitten. We weten dat de ruimte op de Noordzee schaars is. En daar zitten dus mensen vanuit de energievoorziening. Olie en gas is dat ook onder andere. Mensen vanuit de natuurbescherming en mensen vanuit de voedselvoorziening, visserij. Zitten daar met elkaar aan tafel om te spreken over hoe we die functies op die kleine Noordzee nu met elkaar laten verhouden. En er is uiteindelijk een overleg ook voor opgestart, het Noordzeeoverleg. En de basis van het overleg is het akkoord wat gesloten is. Daar is in het verleden ook wel het een en het ander over verteld. Hè. Aanvankelijk is de visserij daarbij niet aangeschoven omdat ze van mening waren dat er onvoldoende toekomstperspectief ook in dat akkoord was neergelegd. En dat er wel heel veel beperkende maatregelen in waren opgenomen. Inmiddels is gelukkig de situatie dat de visserij wel is aangeschoven en dus ook meepraat. Ja, en dat soort berichten als vandaag maken alleen maar duidelijk wat het belang is om aan tafel te zitten. Mij is altijd geleerd, als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu. Ja. Want wat zijn nou uw grootste bezwaren tegen dit plan? Er ademt een bepaalde sfeer uit dat dit de enige manier is om in een duurzame energievoorziening in de toekomst te gaan voldoen. En er wordt net gedaan alsof dit voor iedereen een soort winstpunt is. En dat raakt me dan wel. Want heel eerlijk, ik denk dat het veel te eenzijdig is om alleen naar wind op zee te kijken. Want we weten niet eens wat het effect is op bijvoorbeeld de natuur en op het ecosysteem als we al die parken bij elkaar op de Noordzee neer gaan zetten. En natuurlijk weet ik, daar zijn in het Noordzeeakkoord afspraken over gemaakt om dat te gaan onderzoeken. Maar je zet dus een ontwikkeling in gang, een enorme ontwikkeling, voordat je eigenlijk weet wat voor impact dat heeft. En dat is best bijzonder. En ik snap dat de visserij, maar ons ook als publiek orgaan in ieder geval wel zorgen geeft van hoe gaat dat aflopen en wat voor impact gaat dat hebben op de biodiversiteit. Maar goed, aan de andere kant, een windmolen wordt natuurlijk toch gezien als een manier van duurzame energie. En ja, ik zit er zelf niet op te wachten om dat in mijn achtertuin te hebben. U denk ik ook niet. Maar dus dan is de zee een mooie oplossing, toch? Nee, met alle respect, we hebben ze bijna in onze achtertuin. We hebben ze rondom Urk staan. We noemen het wel eens gekscherend het ijzeren gordijn rondom Urk. Maar het is een transitiemiddel. Ik snap best helemaal met de spanning internationaal ook dat de overheid een versnelling wil aanbrengen in de verduurzaming van de energievoorziening. Daar kan ik best begrip voor opbrengen. Alleen een windmolen is uiteindelijk bestaat uit niet afbreekbaar materiaal. Wordt weer weggepakt. Er blijven ankerpunten soms nog achter. Je verandert de hele bodemstructuur door daar een park neer te zetten. Want er gaat plaatselijk, lokaal extra erosie plaatsvinden van de bodem. Ja, en dat betekent ook dat soorten als schol, tong, tarbot, griet, dat die zich daar minder thuis voelen en andere gebieden op gaan zoeken. En dat zijn juist de vissen waar de urkervissers zich op richten? Ja, dat zijn de vissoorten waar de Nederlandse visserijsector zich op richt. Dus die zullen dan naar andere gebieden moeten uitwijken. En die parken komen ook veelal op gebieden te staan waar traditioneel veel gevist wordt. Okay. Dan gaat het dus om 750 tot 800 windturbines die het kabinet wil gaan neerzetten.
U gaf het al aan, de Noordzee is een klein gebied. Waar moeten al die windmolens dan komen? Ja, er waren verschillende zoekgebieden waren er geïdentificeerd. En ik heb begrepen dat het voor de kust van Noord-Holland en boven de Waddeneilanden dat daar ook zoekgebieden destijds geïdentificeerd zijn. En dat ze daar gaan proberen die opgave te realiseren. Maar goed, dat zijn bestekken, zoals wij dat dan noemen, waar traditioneel gevist wordt. Dat heeft ook te maken dat een windmolen niet in een diepte van 60 meter of meer zomaar geplaatst kan worden. Dat is nogal een uitdaging. En dat geldt voor een visserschip hetzelfde. Hè. Die kabels waarmee de netten worden voortgesleept, ja, die zijn ook niet onbeperkt. Dus daar zie je dat ze eigenlijk naar dezelfde gebieden kijken daarin. En dat deze plannen gewoon direct onze sector hard raken. Hoe leeft het nieuws op Urk? Dit soort nieuws komt altijd wel aan, waarbij je merkt dat er een stuk dat men een stuk onbegrip voelt hoe men het op Urk ziet en binnen de visserijsector ten opzichte van hoe er in Den Haag gehandeld wordt. Waarbij men op Urk echt niet tegen een energietransitie is en een verduurzaming van het energievraagstuk. Maar dat alles nu wordt ingezet op windenergie vindt men wel heel eenzijdig. Omdat het juist een sector op Urk, de visserij, die zo belangrijk is, raakt. Visserij maakt voor ons direct en indirect 40% van onze lokale economie uit. Ja, dat is nogal wat. Er zijn heel veel families die ervan afhankelijk zijn. En dat er dan zo weinig, in ieder geval binnen mijn blikveld, geschakeld wordt op kernenergie, op thoriumcentrales en andere vormen. Hè, ga iets met geothermie of wat dan ook doen. Dat verbaast me dan wel. Ja, precies. En u noemde net al dat de gronden waar de windmolens op gebouwd worden, dat het ook de visgronden zijn, waar de traditionele vis, waar de sector zich op richt, gevangen wordt. Zou de visserij zich ook op andere soorten vis kunnen richten of maakt het niet zo heel veel uit? Nou, dan moet je een hele nieuwe markt gaan zoeken. En het is iets wat generaties zo eigenlijk zich heeft gevormd om op deze soorten te vissen. Je hebt ook vissers die echt specifiek op tong vissen of specifiek op school bijvoorbeeld. En dat is een soort ambacht, dat is vakmanschap. Die twee elementen maken het moeilijk om zomaar naar een andere type visserij over te schakelen wat dat betreft. En daar komt bij dat je op een gegeven moment ook wel vragen krijgt van ja, durf ik het bedrijf nog door te geven aan mijn zoon? En hoe gaat hij dat dan vormgeven? En wat twijfelen vissers inderdaad aan hun toekomst dan? Ja, volop. En dan moet ik eerlijk zeggen dat we op Urk gezegend zijn dat het op zich nog meevalt. Maar ja, als je steeds meer windmolens ziet verschijnen op de gebieden waar jij normaal gesproken vist. Hè, en dat is altijd lastig te duiden, want het is geen akker van een boer waar je een hek omheen kan zetten. En dat is het gebied. Je bent meer aan het jagen wat dat betreft. Maar als je steeds meer windmolens in die gebieden ziet verschijnen, dan geeft dat wel grote zorgen voor de toekomst. Precies. En er is nog een andere bedreiging voor de vissers, namelijk de hoge energiekosten. Want daardoor ligt een kwart van de vissersvloot op dit moment stil. Klopt. Dat hebben we ook laten weten aan de minister Staghouwer. Dat er op dit moment gewoon echt een enorme acute noodsituatie eigenlijk binnen de sector dreigt. Waarin 25% van de sector in de haven is blijven liggen de afgelopen 2 weken. Omdat het niet meer rendabel is om uit te gaan varen. Er is geen brood meer te verdienen op dit moment met deze brandstofprijzen. Het is duurder om uit te varen dan om te blijven liggen. Ja, zoals je kunt indenken dat je ongeveer €30.000 aan gasoliekosten kwijt ben voor een week vissen. En dat je met een beetje geluk een besomming gaat draaien van €40.000 per week. Daar moeten alle bemanningsleden ook nog van betaald worden. Hè, want die zitten als een soort zelfstandige binnen een maatschap. Zijn ze aan boord? Ja, dat haalt niet uit, met alle respect. Dus dat zorgt ervoor dat er heel veel kotters in de haven blijven liggen. Maar dat geeft ook de vraag, als er dan straks een saneringsregeling komt, die ook binnen het Noordzeeakkoord is geregeld. Ja, zal die animo dan niet zo groot zijn dat die sector een enorme uitdunningsslag krijgt? En wat betekent dat voor de handel en voor de daaraan verwante bedrijvigheid, zeg maar? Gaat dat dan ook klappen krijgen, afslagen, noem maar op? Dus dat is iets wat u als wethouder wel zorgen baart? Ja, dat baart me enorm veel zorgen. Dat weten ze overigens ook. Dat hebben we via de partijpolitieke lijn laten weten. Daar hebben we goed contact over met het ministerie van LNV. En daar moeten we ook wel eerlijk bij zeggen dat het mij dan weer als wethouder goed doet als ik zie dat de afslagen, de vishandel en de sector met elkaar ook afspraken hebben gemaakt over een soort toeslag op de afslagprijs. Dat op het moment dat er tong, tarbot en griet wordt aangeleverd, dat daar bovenop de
klokprijs, zeg maar 75 cent, wordt betaald door de handelaar om op die manier ook de sector wat tegemoet te komen. En bij andere soorten vis gaat dat dan om 20 eurocent. En dan zie ik toch wel dat daarin men echt probeert elkaar te ondersteunen. En zou ik het toch wel heel mooi vinden als ook vanuit Den Haag, en we kijken ook vooral nu naar Europa, dat daar ook eens de compensatie komt. Ja, want voor benzine en diesel heeft het kabinet aangekondigd dat ze de accijns wat gaan verlagen. Ja. Maar zo'n ingreep is er nog niet voor de gasolie? Nee. Dat is voor de visserij in ieder geval nog niet van toepassing. De visserij valt Europees ook niet als accijnsplichtig aan te merken. Omdat het net als de internationale zeescheepvaart daarvan is vrijgesteld. Dus ja, dat helpt de visserij ook niet verder. Dus er zal daar echt even een extra stap gezet moeten worden. Maar goed, dat ligt op dit moment ook op het bordje bij de eurocommissaris Sinkevicius, heb ik begrepen. Oké. Nou, die brandstofkosten, dat die zo hoog zijn, dat is het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Mede, ja. Nou, door die oorlog komen dus ook veel vluchtelingen deze kant op. En nu hebben jullie als gemeente Urk besloten om 200 vluchtelingen op te vangen op een groot schip. Ja, dat klopt. Ja, hoe zit dat? Nou ja, kijk, we hebben met elkaar natuurlijk de beelden gezien van Oekraïne. En ik denk dat ik niks bijzonders zeg als dat ons bijzonder raakt allemaal. Dat je mensen compleet ontheemt, op zoek ziet gaan naar een stukje veiligheid en een stukje rust. En we hebben als gemeente Urk toch wel die verantwoordelijkheid gevoeld om daar ook een rol in te pakken. Hè, vanuit de vraag die er ook vanuit de veiligheidsregio's kwam om opvangplekken te gaan realiseren. Daarbij was wel een complicerende factor dat we op Urk met een gigantische woningnood te maken hebben. Dus waar moet je die mensen dan opvangen? En op het moment dat allerlei particuliere initiatieven ontstaan om mensen in huis op te vangen, ja, hoe houdbaar is dat? Maar we hebben als Urk één onderscheidend element, namelijk onze verbinding met het water. En zodoende was het een prachtige manier voor ons om deze groep een stukje opvang te kunnen bieden op een soort hotelschip in de haven. Ja, het schip ligt nog niet, dat komt komende week, heb ik begrepen. Maandag, als ik het goed heb. Okay. En hoe gaat die opvang er dan concreet uitzien voor die mensen? Nou kijk, we moeten goed bedenken dat deze mensen natuurlijk heel wat in hun rugzak meenemen als ze deze kant op komen. Dus daar zal ook professionele begeleiding opgezet worden vanuit het maatschappelijk middenveld, vanuit de gemeente. Het sociaal domein zal er ook bij betrokken worden om deze mensen rust te geven, te laten wennen ook een stukje... wellicht vrije tijdsbesteding ook te geven. Maar laat ze eerst maar eens wennen. Ja. Nou, is de link tussen of de verbinding tussen Urk en vluchtelingen niet altijd even hartelijk geweest. Een aantal jaar geleden hebben we daar ook over gesproken met een collega-wethouder van u. Hoe wordt er nou op Urk gereageerd op de komst van deze vluchtelingen? Ik heb in alle eerlijkheid er weinig negatieve geluiden over gehoord. Ik merk juist ook op Urk dat er voor zo'n groep absoluut wel de ruimte is. En dat men vanuit een stuk barmhartigheid een taak ook ziet weggelegd. En daarbij wil ik ook al aanstippen dat er al vanuit ondernemers en particulieren allerlei initiatieven de afgelopen weken zijn ontplooid. Om goederen ook richting Oekraïne te helpen. Om waar men kan een stukje ondersteuning te bieden. Want dat is misschien een stukje van Urk wat wel eens wat onderbelicht is. Maar Urkers zijn hele open, warme, hartelijke mensen die echt hun huis en hun hart openzetten voor deze groep. Mooi om te horen. Tot slot nog heel eventjes. Afgelopen woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dat was voor uw partij volgens mij een feestje, want u bent verdubbeld op Urk van 3 naar 6 zetels. Wat is uw geheim? Ja, dat is me al meer gevraagd. We zijn enorm dankbaar met dit resultaat. En het is zelfs zo dat we op een aantal stemmen na bijna op 7 zetels zaten. Maar in alle eerlijkheid, dit hadden we niet verwacht. We hadden een winst verwacht dat we richting 5 zetels zouden groeien. Maar dat het er 6 zijn geworden is bijzonder mooi. En ik denk dat we er heel goed in geslaagd zijn om iets meer qua lijst aan te sluiten bij het landelijke profiel. En we hebben bij de Tweede Kamerverkiezing gezien hoe breed dan de steun op Urk is voor de SGP. En we hebben echt een campagne op inhoud weten te voeren, waarin we niet allerlei concrete beloftes hebben gedaan, maar een soort stip op de horizon hebben gezet. Waar liggen de uitdagingen en hoe willen we daar naartoe gaan? En ik denk dat dat heeft aangesproken, ook de jeugd die dan trouw is gebleven aan de partij. En dat is mooi om te zien. En dan wil ik u heel erg bedanken voor uw toelichting en succes met het vormen van het college. Dank u wel. Later rond Middelkoop. Dit was Uitgericht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Maandag zijn we er weer. Een heel fijn weekend en graag tot dan.
dag.